Hallo allemaal, welkom bij mijn vlog. Ik ben Jasmijn en ik zit op het Degelstein College. Ik wil graag aan jullie laten zien hoe ik over de maatschappij van Zwijndrecht in 2040 denk. Ik ga jullie vandaag meenemen naar verschillende plekken. Hallo, ik ben hier in het gemeentehuis. Hier is een balie waar je je gegevens moet achterlaten. Dit is voor je rijbewijs, je ID of je paspoort. Ik denk dat het gemeentehuis er in 2040 niet meer zal zijn, omdat alles via internet gaat. Ik denk dat er in 2040 hier alleen nog maar appartementen zijn. We zijn in Zwinnen op een verlichting. Dit is een verpleginginstelling voor ouderen. Het werk dat gedaan wordt door de zusters wordt overgenomen door robots. Maar bijvoorbeeld afwassen en koffie zetten. Oh, ja. Ik denk dat de mensen die in 2040 veel minder sociaal met elkaar zijn, omdat alles via de telefoon gebeurt. Via WhatsApp, Instagram, Facebook, FaceTime, Skype, Snapchat, dat soort dingen. We zijn nu in de supermarkt. Ik moet nu zelf mijn eten in het mandje leggen. In 2040 gaat alles automatisch. In 2040 gaan alle apparaten automatisch op gaan ze via je telefoon. Het is eigenlijk best grappig om een vlog te maken om te zien hoe de maatschappij er over 25 jaar uit zal zien. We zijn nu in een sector waar ik kan ook best wel kunnen zijn. Mensen gaan steeds harder werken en meer werken. Hierdoor hebben ze geen tijd meer om te kopen en gaan ze gewoon maar ergens anders heen. Dit was dan weer mijn vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik vond deze vlog super leuk om zelf te maken. En ik hoop dat jullie nu een beetje inzicht hebben wat ik van de maatschappij van 2040 in Zwijndrecht denk. Doei!